Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij de finale van Ocarina of Time. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Player 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zepi, Ocarina of Time. In de vorige aflevering hebben we heel Ganon's Tower gedaan en staan we voor de deur waar Ganondorf op ons staat te wachten. Dus laten we er maar in duiken! Of doorheen lopen, of... Oh, dit is een teleurstelling. Oké, we gaan naar huis, koffie pakken, wegwezen. Nee, grapje natuurlijk. Hier hebben we een hele grote kamer, zeg maar. Waar we hier heel veel potten staan. En waar aan de andere kant ook heel veel potten staan. Wat je ook doet, breek deze potten niet. Die zijn belangrijk voor later in het spel. Nou ja, niet zo belangrijk. Maar als je dit voor de eerste keer doet, zou ik ze wel laten staan. Ze zijn namelijk gevuld met pijlen, magie, hartjes. En dat hebben we nodig, zeg maar, voor wat we gaan doen. Dus deze aflevering kan iets langer gaan duren als de normale afleveringen. Want het is de finale, het is de laatste aflevering van de Ocarina of Time series. Dus... laten we het maar gaan doen dan. En die deur die we net hadden, was een nepdeur. Goed, wat ik altijd equip voordat ik zeg maar de kamer binnen ga. Zijn de pantoffels. Deze zijn enorm handig. Zorg er ook voor dat je je light arrow klaar hebt liggen. En dan zit je wel eigenlijk best wel goed. Tijd voor een cutscene. Hoi. En voor het eerst zien wij onze Triforce of Courage die we al vanaf het begin bij ons hebben tot we volwasseling zijn geworden. Zelda wisten we wel van. En Ganondorf ook. Nou ja, Zelda kwamen we later pas achter, maar goed. Dit normaal gesproken hield je helemaal. Ook al heb je maar een half hartje over, of anderhalf hartje. Maar in dit geval waren we al op full health, dus full health maakt niet echt zoveel uit. The Triforce parts are resonating. We are combining into one again. The two Triforce parts that I could not capture on that day 7 years ago. I didn't expect they would be hidden within you two. And now, finally, all the Triforce parts have gathered here. These toys are too much for you. I command you to return them to me! Zepi, I can't help you. Because of the wave of darkness, I can't get close. I'm sorry, Zepi. Ah, je was toch al nutteloos al de hele Let's Play lang, dus we maken het ook uit. Great King of Evil Ganondorf. Eindelijk is het zover. Niet meer Phantom Ganondorf, maar de gewone Ganondorf. Oké, loop zo snel mogelijk naar een hoek toe, want hij gaat dus zeg maar een ground pound doen. Waardoor dat zeg maar heel erg veel dingetjes op de grond vallen. En dan gaan we beginnen met ons favoriete spel, tennis. Yep. Dames en heren, jongens en meisjes. Onze King of Evil. Met een potje tennis. En hij is nog rete slecht in ook. Oké, op het moment dat hij geraakt is door zijn eigen bal, wil je hem dus raken met een light arrow. Waardoor dat hij dus zeg maar neerkomt en dan kun je hem raken met je zwaard. Het hoeft niet per se de master sword te zijn, kan ook de big golden sword zijn. Maar ik wil wel een beetje een challenge hebben. Dus daarom doen we het gewoon met de master sword, want daarvoor staat het bekend. Oké, tennis weer. 15, love. 13, long. Hit him with a light arrow. Go towards him and stab, stab, stab. Echt, voor een King of Evil heeft hij wel heel erg slechte sport. Had hij niet beter voor bowlen kunnen gaan of zo? Ik wil. Ik bedoel, dit is gewoon puur tennis dit. Leuk. Ik
ben er gewoon stil van, jongens. Misschien een effectbal? Niet nodig, oké. En dan gaan we weg. Oké, nou heeft hij dus ook zeg maar een speciale aanval die hij zou kunnen doen. En ik hoop dat hij hem doet. Oké, hij is weer klaar. En dat is zeg maar dat hij dan een hele grote zwarte bal aan het transformeren is. En hij doet het nou niet. Dus wij gaan kijken of ik dit sneller kan doen. Oh. Ja, ik gooi een effectbal. Kan leuk zijn. Maar dan gooit hij dus zeg maar een hele grote zwarte bal. En dan wil je dus een spin aanval op doen. Om ervoor te zorgen dat je hem dus alsnog zeg maar kan raken. En al die ballen terug kan vuren. Dus ik hoop dat hij dat nou één keer wil doen. Speciaal voor onze kijkertjes. Doe eens even je speciale aanval. Ik haat jou. Dit is geen uitdaging. Tennis is te makkelijk. Zeker sinds Wii Sport. Oh, kom op. Kon je die niet terugkaatsen? Dat was een langzame bal. Kennendorf, ik had echt veel meer van jou verwacht. Oké, nou. Kun jij voor mij nu graag die speciale aanval doen? Kom op. En je cape is een beetje kapot. Maar dat maakt niet uit. Doe je speciale aanval. Dat is niet echt een speciale aanval. Ik bedoel, ik sta nog niet eens dicht bij jou in de buurt. Dus dat was nogal zinloos. Nee, hij wil hem echt niet doen. Hij vindt dat tennissen te leuk. Oh, dit wordt leuk. Oh. Net als het leuk begint te worden, moet hij het weer verpesten. Oh, ik mis. Damn it. Dat was echt dom. Nou ja, mag ik een keer. Nou, doe je nou je speciale aanval dan? Hé. Hij doet zijn speciale aanval. Nee, dat was niet opzettelijk dat ik die light arrow miste. Maar dat maakt niet echt zo uit. Oké, dus hij doet een speciale aanval. Komen er heel veel van die sparkles die komen op je af. Eén spin aanval is genoeg. Raken met de light arrow. En hetzelfde effect als de voorgaande keren. Goed. Hij had ook nog maar één hit nodig. Dus ik ben echt blij dat ik die light arrow heb gemist. Maar dat maakt niet uit. Jeetje, wat makkelijk. The great evil King Ganondorf beaten by this kid. ZP! Rage quit? Ik bedoel, jongen, jij begint te tennissen. Je hebt me nog geen één keer kunnen raken. Dat is eigenlijk best wel sneu. Als ik er zo over nadenk. Nou, als jij van open dak houdt, ik vind het best, op de knietjes liggen, braaf. Oh, ik ben uitgeput, dat was zo moeilijk. Oh, hoi Zelda, ik was even vergeten dat we jou gingen redden, ja. Ik was even bezig met tennissen. Game, set and match, to Mr. Zepi. Zijn oog is nog open, zien jullie dat? Dat is creepy. Oh, wat een waardeloze man was dat. Ik serieus, wie gaat er nou tennissen? A Ganondorf, pitiful man. Without a strong, righteous mind, he could not control the power of the gods. And? And? Sorry hoor, maar hij was al slecht voordat hij de power of the god had. Maar dat maakt niet uit. Zepi, listen to me. This tower will collapse soon. With his last breath, Ganondorf is trying to crush us into the ruins of the tower. We need to hurry and escape. Please follow me. Oké, maar eerst hebben we nog het een en ander te doen. Het nadeel is, we moeten dus inderdaad Zelda gaan volgen. Zorg er hiervoor dat je je DQ-nuts... Oh, die had ik al klaarstaan. Dat je die dus zeg maar klaar hebt staan. En je pantoffels, nou, die kunnen geen kwaad. Zijn op zich best wel makkelijk. Goed, je moet dus de hele tijd, zeg maar, als zij stilstaat, moet je dichtbij haar in de buurt staan voordat ze dan verder gaat lopen. We hebben maar 3 minuten de tijd, maar 3 minuten is meer dan genoeg tijd om eigenlijk, zeg maar, hier te ontsnappen.
Op een of andere vage manier mag je niet naar beneden toe springen, maar ik bemoei je niet. Dus, oké, nou. Word je geraakt door een van die vallende rotsen, dan zal ze dus even beginnen te gillen van... Oh nee, ben je wel in orde? En dat kost weer extra tijd. De enige manier om dus zeg maar verder te gaan is alle deuren die zijn automatisch dicht. En Zelda kan de Triforce of Wisdom gebruiken om dus zeg maar die poorten weer open te maken. Oh, jij stond aan deze kant. Zelda kan niet geraakt worden door de stenen. Die loopt hier gewoon doorheen en we moeten dus maken dat we wegkomen. Want de toren die staat op instorten, zoals net al verteld werd. Waarom zegt ze niet gewoon bij elke deur open sesame? Oftewel sesam open nu, maar dan in het Engels. Oké, nou. Zoals ik al zei, ja, het kan een beetje slippery zijn met de boterschoenen. Want ze zijn ingesmeerd met boter. Dus kleien een beetje. Maar de hovel ability is eigenlijk best wel handig. Dus daarom heb ik ze nog steeds aan. Dus behalve, er is eigenlijk een kamer waar we inkomen. Ja, je ziet toch al vanaf een kilometer afstand tot dat ingestort is. Nee, we moeten er omheen lopen. Elegant, zoals een prinses nog. Ik vind het heel erg belangrijk dat we er zo omheen kunnen lopen. Dus ja. Maar even om terug te komen op dat gevecht van Ganondorf. Jeetje, wat was dat makkelijk. Ik bedoel, tennissen. En het is dat ik die light arrow gemist had. En nogmaals, nee, dat was niet opzettelijk. Dat ging echt per ongeluk. Maar als ik die niet gemist had, dan hadden we die speciale aanval nog niet eens gezien. Oké, dit is die kamer, denk ik. Ja hoor, krijg je een cutscene? Wij kijken even om ons heen. Hè? Wij lopen terug naar Zelda toe en... Oh, nee! Zelda wordt gevangen genomen door de twee stijlvols die we eerder, gisteren eigenlijk, dus zeg maar verslagen hebben. Nou, vanaf dat moment wil je eigenlijk je light arrows eventjes uitdoen. Dory. Doe een jump aanval. Oké, even wachten. Kom hier. Kom op. Eigenlijk had ik er een jump aanval moeten doen, maar dat maakt niet uit. Daar. Maakt niet uit dat je me raakt. Oké, jouw beurt. Kom op. Doe nou iets. Kom op. Die andere komt nou tot leven, dat weet ik. Oh boy. Ik haat jullie. Doe eens iets. Oké, gelukkig is die andere niet tot leven gekomen, want dat zou echt heel erg vervelend zijn. Damage is geen enkele issue, aangezien dat je zoveel hartjes krijgt van Zelda dat je weer automatisch helemaal geheeld bent. Dus gebruik dat gewoon in je voordeel, maar vergeet niet, je hebt een tijdslimiet. En als die tijdslimiet over is, moet je dit weer opnieuw gaan doen en ben je maar een half hartje kwijt. Again. Ik vind het jammer dat ze hier niet instant game overs in hebben gegooid. Ik bedoel... In sommige games hebben ze dat ook echt gewoon gedaan van The Legend of Zelda. Maar als je dit niet had in de tijdslimiet, gewoon instant game. Hetzelfde wat je doet zeg maar op het moment dat je geen red tunic aan hebt in een vulkaan. Of onder water bent zonder de blauwe tunic. Instant game over. Waarom hier niet? Ze hadden het gewoon kunnen doen. Ik bedoel, het is net zo makkelijk. Maar goed, met nog maar 1 minuut en 10 seconden op de klok zijn we nu dus eindelijk bijna aangekomen bij de ingang van deze dungeon. Wat eigenlijk nou in één keer er heel anders uitziet als de route die wij hebben gelopen. Kijk wel uit dat je niet geraakt wordt door de stenen, want Zelda die vindt het niet leuk als jij geraakt wordt. Want dan is het van, oh nee, kun je niet wel aan? Ze weet nog niet eens wat voor een zooi dat we eigenlijk heen zijn gegaan op het moment dat we dus zeg maar bezig waren met. Net zoals deze brug. Oh. Read that, serieus. Ga nou eens heen. Je ziet hier inderdaad wel de stages en alles, maar deze deur die zit nog steeds, die zit in één keer weer dicht. Zelda kan die deur openmaken. En in plaats van dat ene deur waar we eigenlijk voor kwamen, tot dat zeg maar de uitgang is, is dit nou in één keer de uitgang. Nou ja, we zijn er bijna. Kijk uit voor die vallende stenen, want dat kost weer extra tijd. We hebben nog 30 seconden, dus we hebben nog meer als genoeg tijd. Sterker nog, ik ben eerder dan Zelda. Nou toch eens. Jongens, dit waren trouwens echt geweldige effecten voor de Nintendo 64 moment. Dus dat wil ik er wel heel even bij zeggen. Niet van, oh wat een lazy effect. In die tijd, in 1998, was dit echt enorm van, wow, dat ziet er gaaf uit.
Okay, hij is al neergestort. Het is wel goed. Jullie kennen de grap ondertussen, denk ik wel. Sweet. Titanic muziek. Nou, er is niet echt veel van over, hè? En ik weet niet waar die hele grote cirkel naartoe is gegaan, maar we hebben nou nog een paar ruïnes, dus, It's over. It's finally over. Nou, mooi. Maar hoe komen we van dit af? Ik bedoel, de Rainbow Bridge is weg, dus, Sapi, I'm sorry I couldn't help you in the battle before. Maakt niet uit, je bent toch onder een nutteloze vee. Oh, wat was dat? Daar wordt op een ruïne geklopt. Volgens mij heb ik hem boos gemaakt. Ganon! Damn! There's no way he's going to hold me back again! This time, we will fight together! Okay, nou Navi, jij krijgt de eer. Maar eerst wil ik even kwijt. Dit blijft nog steeds mijn meest epische moment van Ocarina of Time. Okay, nou, Navi, op het moment als je dus zeg maar tegen hem target en je klikt op Navi. This is Ganon! I really have no idea what his weak point is. Navi is dus weer, zoals altijd, nutteloos. Maar je kunt hier dus zeg maar op twee manieren kun je dus dit zeg maar gaan doen. Je kunt de Big Goron Sword gebruiken of je kunt de hamer gebruiken. We doen nou net alsof dat de Big Goron Sword er niet is, want anders zou dit veel te makkelijk zijn. Dus we doen het gewoon met de hamer. En ik moet zeggen, op de Ocarina of Time 3DS versie vind ik dit er minder episch uitzien als op de Nintendo 64. Ik bedoel, bij de 3DS versie hebben ze hem te licht gemaakt. En hier is het nog echt donker, mysterieus. En alleen in de momenten van, dus zeg maar, dat je dus gaat kijken naar de, bliksemeffecten tot het dan eventjes licht is. Dat is eigenlijk zeg maar het moment waarvan ik zeg van, wauw, dat ziet er gaaf uit. Maar goed, de manier van verslaan. Op het moment als hij dus zeg maar een zwaaiaanval doet met zijn zwaarden, dan wil je dus achter hem kruipen en wil je dus zeg maar met de Big Horn Sword of met de hamer zijn staart raken. Ja, hij heeft een staart. Ja, dat is een zwakke plek. Dus zorg ervoor dat je dus zeg maar target op Ganon, wacht tot hij zijn aanval doet en loop gewoon om hem heen. En dat is eigenlijk praktisch wat je wil doen. Dit wil je een paar keer herhalen totdat het volgende gebied, zeg maar, het volgende deel van het gevecht gaat beginnen. En hoppakee. Vindt hij niet leuk? Ik moet zeggen, ik vind het nog steeds een geweldig gevecht. Elke keer gewoon hoe dat dit gevecht gewoon begint. Oh, heerlijk. Okay, nou we hebben hier dus zeg maar ook heel veel magie gekregen. Want hij kan dus net zoals een Iron Knuckle de ruïnes breken. Waardoor dat we dus zeg maar power-ups kunnen krijgen. Maar op dit punt zitten we eigenlijk nog zeker goed. Dus we hoeven ons nog nergens geen zorgen over te maken. Okay, laten we een keer tegen de klok ingaan. Auw. Zo, dat deed twee hartjes schade. Dat is pijnlijk. Okay, nou. Nee. Stout te kennen. Ganon, wel luisteren, hè. En wat ben jij groot geworden? Waarom kan mijn Triforce dan niet? Waarom kan mijn Triforce niet even zorgen dat ik in First Didi, Majora's Mask, kan veranderen of zo? Ik bedoel, hoe gaaf zou dat zijn? Oké, ik heb gewoon een jump aanval. Juist! Oké, dan is hij even uit balans. En dan is hij dus echt zo van half deurie. Zepi, de Master Sword is hier! Hurry up! Nou, als je hier te lang over doet, dan krijg je de Master Sword dus niet. Dan moet je hem een paar keer raken. En dan moet je dus dit doen totdat je eindelijk zeg maar bij haar komt om de Master Sword weer te pakken. Maar de eerste keer voelde ik... De eerste keer toen ik dit speelde, voelde ik me eigenlijk echt...
van, wat moet ik doen? Ik heb geen zwaard. Want ik had de Big Horn Sword niet, omdat de eerste keer toen ik speelde, had ik hem nog niet op 100%. Dus, maar ja, maakt niet zoveel uit. Goed, nou wordt hij dus een stuk lastiger. Maar wat hij dus nou gaat doen, is hij is nou een stuk sneller. Dus op het moment dat je dus zeg maar bij hem in de buurt wil komen en om wil draaien, dan zal hij zo snel omdraaien dat je dus zijn staart niet kan raken. Wat je moet doen, is wachten totdat hij rondloopt en hem raken met de light arrow. Dan kun je zeg maar zijn staart weer raken en hoef je je nergens geen zorgen over te maken. Zie hoe snel dat hij weer draait, kijk daarvoor uit en raak hem met de light arrow. Repeat, repeat. En voor je het weet, ben jij de winnaar van dit gevecht. Ook eigenlijk best wel grappig is, elke keer als je geraakt wordt, dan hoor je dus Zelda gillen, omdat ze dan bang is dat je dus zeg maar niet wint. Wat volgens de Hyrule Historia eigenlijk een teken is zeg maar dat je dus niet zal winnen en tot Ganondorf dus over zou nemen en een andere tijdlijn in zou gaan. Voor de mensen die niet weten waar ik over heb, in de Hyrule Historia is het geschreven. Nou, dit is eigenlijk de grootste reden waarom dat ik dus een extra Green Potion heb gehaald. Omdat ik wou hem dus verslaan gewoon met de Master Sword, niet met de Big Goron Sword. En elke keer als je hem dus zeg maar een klap wil uitdelen, moet je dus hem eerst verlammen met de light arrows. Dat is dé manier om hem te verslaan. Maar ik denk dat we op zich wel goed zitten. Dus ik denk niet dat we de potion nodig gaan hebben. We hebben nog genoeg, dus... En op zich is hij heel makkelijk zo te verslaan. Ik bedoel, dit is de manier ook waarop dat je hem moet verslaan. Kom je te dicht in de buurt, gaat hij proberen je te raken met die zwaarden. Maar hij is enorm langzaam en dat is zijn zwakte. Dus als je eenmaal weet wat je eigenlijk doet, dan heb je geen enkel probleem met hem te verslaan. Het is eigenlijk gewoon een uit de klauwen gewassen Iron Knuckle. Ja, mijn zwaard is niet leuk, hè. Oh, kijk nou, het is Zelda doet dus wat. I'm using my power to hold the evil king. You use your sword and deliver the final blow. Oh, ik heb even iets gedaan, dan ben ik moe. Oh. Wow. Shiny. Okay, hey Ganondorf. Voel mijn zwaard. Dat moet pijn doen. Geef jij nou nooit op? Six Ages, now! Ancient creatures of Hyrule. Creators, not creatures, my sorry. Now, open the sealed door and send the evil incarnation of darkness into the void of the evil realm! Oké,
Waarom heeft hij nog deze traag... Dat is niet goed over nagedacht weer, Sages. Maar goed, Ganondorf is dus opgesloten in de Sacred Realm en die zal daar dus voorlopig niet meer uitkomen. Tenminste, dat hopen we, want anders is al onze moeite voor niks geweest. Waarom mochten we hem niet gewoon verslaan? Waarom niet gewoon verstenen of zo? In de Windweker hebben we hem versteend. Maar ja, nee, natuurlijk wordt dat weer niet goed op prijs gesteld in dit spel. Hè? Nee, natuurlijk niet. Opgesloten. Want ze wisten gewoon dat ze nog meer Zelda games zouden maken. Thank you, Zeepie. Graag gedaan. Thanks to you, Ganondorf has been sealed inside the Evil Realm. Thus, peace will once again reign in this world. For a time. Voor een tijd. All the tragedy that has befallen Hyrule was my doing. Yep, je bent echt een domme prinses. I was so young, I could not comprehend the consequences of trying to control the Sacred Realm. Tuurlijk, blame het op je leeftijd. I dragged you into it too. Ja, ik was een klein manneke, maar hey, ik heb tenminste mijn eigen kunnen verdedigen. Now it is time for me to make up for my mistakes. You must lay the Master Sword to rest and close the door of time. Okay. However, by doing this, the road between times will be closed. Ja, dat maakt wel niet uit. Lekker belangrijk. Ja. In hand. Zeepie, give that ocarina to me. Nee, is voor mij. As a sage, I can return you to the original time with it. Maar dat wil ik helemaal niet. Nou, vooruit dan. Ik vond het net zo'n leuk instrument. First look ook heel... Of bij de Dutch YouTube gathering ook heel veel gebruikt. When peace returns to Hyrule, it will be time for us to say goodbye. Ik voel me nu zo gefriendzoned. Zelda, je bent hier een snol. Met soep in je haar. Now, go home, JP. Regain your lost time. Play some Binding of Isaac Returns. Play some GTA 5. Or make another channel. Or just upload Terraria for the English channel. Home, where you are supposed to be. The way you are supposed to be. Start your new Let's Play. Do something else. Because I don't care. Thank you for saving me. And piss off. Weet je, ik heb hier eigenlijk liever mijn advocaat Leroy GF bij me. Die zal zeggen objection. Ik bedoel... De hel, Zelda? Oh nee, hier kom jij niet mee weg, Zelda! 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 Thank you, Zeepy. Goodbye. Hier is het laatste woord door die overgesproken, Zelda! Credit-tijd. Jongens, ondanks dat ik hier zoveel grapjes over maak, moet ik heel eerlijk bekennen, het blijft nog altijd een van mijn favoriete Zelda-games. Ja, de zilver rupees zijn vervelend, sommige puzzels zijn saai, sommige bazen zijn niet echt doordacht en echt moeilijk gemaakt of iets. Maar het blijft toch een heel erg mooi verhaal hebben, blijven. Oké, op het einde na, ik bedoel serieus, je wordt gewoon gefriendzoond van nou, alsjeblieft, ik stuur je terug naar je tijd en hoepel nou maar een end op. Maar dat maakt niet uit. Dus, ja, ik zou het spel vandaag de dag nog steeds aanraden. Vind je The Legend of Zelda leuk? Heb je de 2D-series gespeeld? Heb je Link Between Worlds gespeeld of iets? Ik zou zeggen, kijk zeker naar dit spel. Het is zeker een aanrader. Kijk, jullie hebben het mij nou zien spelen. Dat is natuurlijk de bedoeling van een Let's Play. Maar als je het zelf speelt, dan pas merk je eigenlijk de ervaring. Dan kun je zelf bepalen hoe dat je loopt, waar dat je naartoe loopt. Wat je als eerste doet, wat je daarna pas doet. Dus ja, ik raad het vandaag de dag... ja, ook al is het een spel uit 1998, ik raad het vandaag de dag nog steeds aan. Dus ja... Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Let's Play-serie. En ik denk... ik ga jullie denk ik vragen... Wat was jullie lievelingsaflevering van deze serie? Ik denk dat dat wel leuk is om te vragen. Wat was jullie favoriete part van de serie? Wat is nou eigenlijk de aflevering waarvan je zegt van... Ja, die aflevering die is me echt bijgebleven. Ben ik wel benieuwd naar. Dus voor de rest heb ik er eigenlijk weinig nog over te zeggen. Het is eigenlijk een beetje naar de credits volpraten. En
Normaal gesproken zou ik een hint geven voor de volgende Let's Play, maar ik heb tijdens de Let's Play heb ik al de vraag gesteld van wat zouden jullie van een Final Fantasy, omdat ik die al heel lang zou willen doen. En er is zoveel positieve feedback over gegeven dat jullie dus allemaal weten dat de volgende Let's Play Final Fantasy 9 gaat worden. Dus ja, een hint hoef ik er eigenlijk niet voor te geven dus, of ja, van wat wordt de volgende Let's Play. Dus, ik weet niet. Dit spel blijft nog eigenlijk altijd wel een beetje bij. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met The Legend of Zelda vanaf de NES, vanaf de allereerste Zelda game. Dit was de eerste ervaring in de 3D versie, tot alles in 3D was. En vandaag de dag is het eigenlijk nog steeds leuk. Oh, en een Saria song. Ik vind het wel leuk hoe dat iedereen eigenlijk daar zo staat te dansen. Mario, Luigi of ja, eigenlijk Talon en hoe dat die andere... Of, ja, Talon hoe die andere gast ook eigenlijk heet. De Zoras die daar heel erg serieus staan. Nee, ik vind het wel leuk. Maar deze Let's Play die heeft me eigenlijk ook een beetje geleerd om Ocarina te spelen. Want ik heb nog nooit eigenlijk zo goed op Ocarina kunnen spelen als vandaag de dag. Oké, tijdens de vlog van Wilco zag je wel dat ik inderdaad een beetje... Maar dat was live, jongens. Kom op. En Wilco vond het leuk om dat dan zeg maar zo ook te laten zien. Kijk, niet alles gaat perfect hoor, achter de schermen. Soms heb je wel eens wat extra outtakes en alles nodig. Dus, en ja, live is dat gewoon niet te doen. Oh kijk, daar hebben we een volwassen Melon. Melon, je bent ook weer even in beeld geweest. Ik ben aan het eten, laat me maar rust. Oké. Zware stem heb jij, zeg. Voor een, Nee, ik vind het wel leuk dat ze hem echt allemaal ook een animatie hebben gegeven. En was jij niet allergisch voor kuikens, koeko's? Want dat was geen pocket koeko. Nou, achter op de achtergrond zien we dus zeg maar de gigantische Goron. Daar hebben we weer de Gerudo's. En dit vind ik het leukste van allemaal. King Zora, omdat die kan nog niet eens eigenlijk fatsoenlijk verplaatsen. Hoe dat hij daar is gekomen, dat vraag ik mij ook af. Maar dan vooral die zaggerijn die we tegen zijn gekomen in de eerste aflevering. Die staat er echt zo bij van, ik wil niet dansen. Sparkle, sparkle, sparkle. Ho, 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 ho. Donker beeld. Mag niet. Dat doet mijn televisieautomaat. Mijn excuses, jongens. Special thanks to Nintendo AAID Super Mario Club, Nintendo of America, including debugging staff. Wel, eigenlijk Ink, niet including. Ik weet niet waarom ik dat zei. Allemaal zo blij. Ja, ik ben blij. Ja, ik ben ook blij. Ik niet. Ik heb nog steeds soep in mijn haar. Meh. 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 Ik ga je in Skyward Sword ga ik je nog meer vervelen en uitschelden, jij zeep. Al heet ik daar niet zeepie. Voor de mensen die het nog niet gezien hebben, ja, Skyward Sword is ook gedaan. Playlist, die staat onder mijn afspeellijst. De Skyward Sword is ook een hele leuke Let's Play geworden. Dus, ja... Ik weet eigenlijk niet wat ik verder nog over deze serie kan verder vertellen. Jonge Zeep! Het is Jonge Zeepie! Nou, ik ben er weer jong van. Was gezellig. En Navi heeft zoiets van... Nou, de quest is compleet. Je hebt mij de hele Let's Play bijna genegeerd. Zoek het uit! Doei! En ik heb zoiets van, jij was toch alleen maar irritant. Doei! En ja, ik weet het, er zitten heel veel plotholes in deze verhaallijn. Ik bedoel, als we terug de tijd in zijn gegaan, wil dat niet zeggen dat we dan tot Ganondorf nog steeds rondloopt met de Triforce of Power. En tot er over 7 jaar dus zeg maar geen Hero of Time is. Omdat Young Link die heeft nou de... Of Jonge Zeep heeft nou de zwaard er terug in. Of ze zeggen, de theorie is dat ze dus zeg maar hier wel naar King... Daphnus, Nohannes, Hyrule, hoe dat hij een muts ook heet, met snor. Tot hij daar dan naartoe gaat en tot ze hem dan gaan waarschuwen van Zelda, luister, dit werkt niet. We moeten zo snel mogelijk je vader gewoon overtuigen. Tot dat hier gedaan wordt, die theorie heb je ook. Want je ziet eigenlijk wel, hij heeft daar nog steeds de Triforce of Courage. En Zelda staat daar van, oh, jij hebt de Triforce of Courage. Jij bent een stout jongetje. Maar hoe kan hij de Triforce of Courage hebben? Omdat dan krijgt hij alleen maar als hij in de tijd is gereisd. Dus er zitten zoveel plotholes in. Ah, oh, jongens.
Dit was The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ik ga er niet verder in over de plotholes die erin zitten. Ik hoop dat jullie dit een geweldige let's play vonden. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt natuurlijk. De reactie mag alles zijn wat je wil. Maar ik ben echt benieuwd wat jullie lievelingsaflevering was. Of laat weten wat je leukste momentje was. Mag je allemaal zelf bepalen. Wees creatief erin. En morgen komt er dus geen nieuwe video. Donderdag dus geen nieuwe video. Maar vrijdag zal ik dus zeg maar een introotje maken alvast voor de opkomende Let's Play. Dus dan gaan we de intro zien van Final Fantasy 9 alvast. Zaterdag en zondag krijgen we natuurlijk gewoon weer de heist. Of alleen zaterdag, ligt eraan hoe dat met opnames gaat. En vanaf maandag uit het hoofd. Datum die krijg je dan toch wel bij die intro te zien. Vanaf maandag gaan we beginnen met Final Fantasy. Jongens, enorm bedankt voor alle support tijdens deze Let's Play. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende Let's Play.